Van harte welkom allemaal bij deze academische zitting van de Universiteit Maastricht. Ik ben verheugd dat u alle de weg heeft gevonden naar onze mooie universiteit. Door uw komst naar de aula of omdat u vanuit thuis de livestream meekijkt. Ook wil ik een speciaal woord van welkom richten aan de familie van Jacques, vader, moeder en partner Mark. Van harte welkom. Dit is ook voor jullie een hele bijzondere dag. Het is namelijk de dag waarop Jacques Klaassen officieel het ambt aanvaardt van hoogleraar herstelrecht. Ik ga professor Klaassen straks vragen om zijn reden uit te spreken. Maar voor ik dat doe, wil ik Jacques graag introduceren en aangeven waarom onze universiteit en onze kapgroep, kapgroep uh, zo blij zijn met zijn benoeming juist op deze leerstoel. Het herstelrecht is een onderwerp dat al sinds de studietijd van Jacques door zijn hoofd spookt en hij heeft het sindsdien niet meer kunnen loslaten. Dit zaadje werd gepland toen Jacques na zijn studie begon als junior onderzoeker bij de kapgroep Strafrecht en Criminologie. Met een promotieonderzoek dat oorspronkelijk als titel Veiligheid versus moraal in het strafrecht droeg. Onder invloed van Herman Bianchi en Luc Hulsman kreeg het onderzoek echter een heel andere wending. Deze wending resulteerde in een proefschrift over misdaad en straf, een herbezinning op het strafrecht vanuit mystiek perspectief. Waarbij de vraag centraal stond of het straffen van mensen überhaupt humaan en effectief is. Een vraag die uiteindelijk heeft geleid tot een beoordeling van mogelijke alternatieven, zoals herstelsancties. Op deze manier ontwikkelde Jacques zich gedurende de jaren steeds verder als expert op het gebied van herstelrecht. Een expertise die in 2012 uitdrukkelijk werd bevestigd. toen zijn proefschrift werd bekroond met de eerste Bianchi-herstelrechtprijs. Daarnaast heeft Jacques jarenlang uitvoerig onderzoek gedaan naar recidive in Limburgse strafzaken. en hij was ook nauw betrokken bij het wetsvoorstel. strekkende tot het steviger verankeren van herstelrechtvoorzieningen. in het wetboek van strafvordering. Dan zijn benoeming in Maastricht. Jacques studeerde in Maastricht. Promoveerde in Maastricht en werd hoogleraar in Maastricht. Hij heeft ook in zijn eigen huis een kunstwerk hangen van het Maastrichtse Onze Lieve Vrouwenplein. Nou, van iemand die in zijn Maastrichtse woning een schilderij hangt van diezelfde stad, kan gerust worden gezegd dat hij, dat hij met heel zijn hart van deze plek houdt. Of misschien is hij gewoon dol op zijn collega's, dat kan natuurlijk ook. Een bijzonder detail van Jacques' verbinding met Maastricht is dat juist in Maastricht in 1860 de allerlaatste doodstraf in Nederland werd voltrokken. Dus waar de doodstraf stierf, werd onze hoogleraar herstelrecht geboren. Een bijzonder stukje symboliek dat Jacques als man met een oude ziel, volgens een van zijn collega's, zelf wel zou waarderen. Hoewel de levensloop van Jacques deze schijn misschien wekt, is Jacques niet geboren voor het strafrecht. Hij blijkt namelijk nog meer passie te hebben voor geschiedenis, antiek en filosofie. Zo is zijn kantoor behangen met posters waarop citaten van bekende filosofen zijn te lezen. En ook heeft Jacques zijn woning dusdanig ingericht met antiek dat de makers van Flikke Maastricht hem ooit hebben gevraagd of ze geen aflevering mochten opnemen in Jacques huis vanwege en ik citeer de aparte inrichting. Jacques heeft toen jammer genoeg geweigerd. En dat is natuurlijk zonde, want dit is prachtig materiaal voor een kennisclip en dergelijke. Onze universiteit, faculteit en kapgroep zijn zeer blij met de benoeming van Jacques tot hoogleraar. En ik wil hem dan nu ook graag uitnodigen om zijn oratie uit te spreken onder de titel Herstelrecht: de kunst van een geëmancipeerde misdaadaanpak. Veel plezier. Geachte voorzitter, beste Suzanne, beste collega's en studenten, lieve familie en vrienden, gewaardeerde mensen hier in de zaal en via de livestream elders. Ruim tien jaar geleden stond ik ook op deze plek, toen in het kader van mijn promotie tot dokter. Nu vanwege mijn inauguratie als bijzonder hoogleraar herstelrecht. Destijds sloot ik mijn promotiepraatje af met de volgende woorden van Lao Tse, een Chinese filosoof uit de zesde eeuw voor Christus. Behandel goede mensen goed, behandel slechte mensen goed. Zo komt goedheid tot stand. De vraag is of er wel goede en slechte mensen bestaan. In mijn visie niet. Ieder mens is een potentie tot alles in staat, waaronder gedrag dat wij goed noemen, als ook gedrag dat wij slecht noemen. Voorts verricht geen enkel mens alleen maar goede dan wel slechte daden, terwijl ieder mens voortdurend verandert. Bovendien geldt dat goed en slecht tot op zekere hoogte. Relatieve en fluïde concepten zijn. In mijn visie zijn er dus geen slechte mensen. Wel door interne en of externe factoren beschadigde en verwaarde mensen die slechte dingen kunnen doen en soms ook daadwerkelijk doen. Niettemin vind ik de woorden van Lao Tse nog steeds zeer treffend. Wat hij immers wil zeggen is dat ook mensen die zich slecht gedragen goed dienen te worden behandeld. In zijn woorden lees ik de opdracht aan de mens om zijn medemens, wanneer die een slechte, oftewel een misdaad heeft begaan, <coughs> niet te schaden. In mijn visie niet nog meer te schaden. Sterker nog, Lao Tse's opdracht aan de mens luidt om zijn medemens die een misstap heeft begaan te helpen. Goed doen reikt immers verder dan enkel niet schaden. Dezelfde boodschap treffen we aan bij Plato. Deze Griekse filosoof uit de vierde eeuw voor Christus laat in zijn werk over de staat zijn leermeester Socrates in gesprek gaan met een Polemarchos over de vraag wat goed gedrag is. Polemarchos huldigt het standpunt dat een mens zich goed gedraagt wanneer hij zijn medemens geeft wat hij hem verschuldigd is. En dat betekent volgens hem dat je aan vrienden positieve dingen verschuldigd bent. Wanneer Socrates hem vervolgens vraagt hoe het dan zit met vijanden, antwoordt hij. Wat je een vijand verschuldigd bent, is wat een vijand verdient. Iets negatiefs. Maar, zo vervolgt Socrates, wordt een mens niet alleen maar slechter wanneer hij door zijn medemens slecht wordt behandeld? En gaat een slechter geworden mens zich niet alleen maar nog slechter gedragen? Beide vragen beantwoordt Polemagos bevestigend. Maar hoe kan een goede handeling nu ooit slechte resultaten opleveren? Zo vraagt Socrates. Polemagos inmiddels uit het lood geslagen beaamt dat goed gedrag nooit ertoe kan leiden dat een mens slechter wordt en zich slechter gaat gedragen. Plato laat Socrates als volgt concluderen: We stellen dus vast dat een mens zich niet goed gedraagt als het een ander ten gevolge van zijn gedrag slecht gaat, ook al is die ander een vijand. Als iemand dus zegt dat goed gedrag inhoudt dat men zijn medemensen behandelt zoals men hun verschuldigd is, en als dat voor hem dan betekent dat een mens zijn vijanden slecht. Voor te behandelen, dan geeft hij daarmee blijk van gebrek aan inzicht. Want we constateren dat het nooit goed kan zijn iemand slecht te behandelen. De boodschap dat ieder mens altijd goed dient te worden behandeld, treffen we ook aan in de Bijbel. Wanneer Jezus tegen zijn leerlingen zegt, u hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, doe goed aan hen die u haten, zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemel is. Want hij laat zijn zon opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Wel beschouwd pleiten Lao Tse, Plato en Jezus voor een leven volgens de gulden regel. Negatief geformuleerd houdt deze regel in: doe een ander niet aan wat je zelf niet wilt. Positief geformuleerd houdt ze in: behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Concreet komt de Guldenregel overeen met de morele leidraad van de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer. Schaad niemand, in tegendeel, help iedereen zoveel als je kunt. Wat je doet heeft overigens te maken met waarvoor je doet. Laut C laat expliciet zien dat wat je doet, namelijk ieder mens altijd goed behandelen, samenhangt met waarvoor je doet. Wanneer hij zegt, zo komt goedheid tot stand. Leven volgens de Guldenregel leidt tot een samenleving die goed. Oftewel rechtvaardig en vreedzaam is. In zijn boek over de Gulden Regel laat de Amerikaanse filosoof Rost zien dat het gaat om een universele morele regel. Zij is namelijk terug te vinden in alle bekende religies en levensbeschouwingen. Interessant is dat Rost de Gulden Regel in verband brengt met het eveneens universele beginsel van wederkerigheid. En daarbij onderscheid maakt tussen verschillende niveaus. Op het laagste niveau bevindt zich de ijzeren regel van oog om oog, tand om tand. Deze regel verbiedt disproportionele wraakneming, maar legitimeert proportionele wraakneming, oftewel vergelding van kwaad met kwaad. Dan komt de ijzeren regel met een dun laagje goud, waarbij in het kader van de reactie op een misdaad niet alleen acht wordt geslagen op iemands gedrag, maar ook op diens intentie en motieven. Daarna volgen de zilver- en de gouden, oftewel gulden regel waarbij geldt dat de zilveren regel de negatief geformuleerde guldenregel is. Doe een ander niet aan wat je zelf niet wilt. De gouden regel is positief geformuleerd en houdt zoals gezegd in... behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. De hoogste expressie van de guldenregel overlapt met de regel die voorbij... het beginsel van wederkerigheid reikt, namelijk de regel van liefde. Immers, ook wanneer iemand mij niet goed behandelt... draagt de guldenregel mij op om die ander wel goed te behandelen. Vertrekkend bij de vergelding van kwaad met kwaad op basis van de ijzeren regel, zijn we nu beland bij de vergelding van kwaad met goed op basis van de gulden regel. En dat, de vergelding van kwaad met goed, is nogal een opgave, zeker wanneer iemand een ernstige misdaad heeft begaan. Ross stelt dan ook dat het naleven van de gulden regel een onverslaanbare attitude van goede wil vereist, die voortvloeit uit de overtuiging dat geen mens een eiland is en dat alle mensen behoren tot één familie. Deze overtuiging betreft in feite het mens- en wereldbeeld achter de gulden regel. Dat mens- en wereldbeeld hangt nauw samen met wat de onlangs overleden boeddhistische zenleraar Tishnathan inter-being, oftewel inter-zijn, noemt. Dit concept dat Hanh uitlegt aan de hand van de Hart Sutra, een belangrijk boeddhistisch geschrift, houdt in dat alles, dus ook ieder mens, leeg is van een afzonderlijk, afgescheiden zelf. Tegelijkertijd is alles, dus ook ieder mens, vol van alles in het universum. In Tishnatans eigen woorden, we staan niet op onszelf, we zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alles bevat al het andere. Dat is het beginsel van elkaar doordringen. De golf beseft dat hij alleen maar water is, dat er alleen maar water is. Het concept van interbeing, oftewel interzijn, kan in verband worden gebracht met het zogeheten net van Indra, een, and, een beeld dat centraal staat in een ander boeddhistisch geschrift, namelijk de Bloemenkansutra. In het verblijf van de god Indra hangt een wonderbaarlijk net dat zich naar alle zijden in het oneindige uitstrekt. Op ieder knooppunt van het net hangt een uniek schitterend juweel omdat het net onmetelijk is, is het aantal juwelen ontelbaar. Kijkend naar een willekeurig juweel kun je zien dat in het glanzende oppervlak ervan alle andere juwelen weerspiegeld zijn, tot in het oneindige. De juwelen staan voor mensen, dieren, planten, dingen, voor alles wat is. Het net van Indra laat zien dat alles met elkaar samenhangt en van elkaar doordrongen is. Met dit beeld wordt het bestaan neergezet als een uitgestrekt web van onderlinge afhankelijkheden waarin als één draad wordt geraakt, het hele web wordt geraakt. De focus ligt niet op afzonderlijke afgescheiden entiteiten, maar op de relaties tussen entiteiten. To be is to be related. En dat betekent dat andere kwaad doen, jezelf kwaad doen is en dat andere schade, jezelf schade is. Want ik ben jou en jij bent mij. Wanneer de illusie van afgescheidenheid plaatsmaakt voor het inzicht van verbondenheid, is niet langer de vergelding van kwaad met kwaad op basis van de ijzeren regel natuurlijk en logisch, maar de vergelding van kwaad met goed op basis van de gulden regel. Zoals gezegd stelt Ross dat het naleven van de gulden regel voortvloeit uit de overtuiging dat geen mens een eiland is en dat alle mensen behoren tot één familie. De Amerikaanse filosoof David Loy gaat een stap verder door te stellen dat, voor het naleven van de gulden regel, eigenlijk nodig is dat, mens, dat een mens ervaart dat hij en de ander één zijn. Ervaren is iets anders dan geloven. Volgens Loy kan meditatie helpen bij het ervaren van de zogeheten non-dualiteit van mij en de ander. Binnen deze context is het van belang stil te staan bij het onderscheid tussen spiritueel wakker worden en spiritueel volwassen worden. Zoals de Amerikaanse filosoof Ken Wilber dat maakt. Spiritueel wakker worden heeft te maken met wat iemand ziet. Het gaat hierbij om het met behulp van meditatie ervaren van de non-dualiteit van mij en de ander. Voor een volwaardig spiritueel leven is echter ook spiritueel volwassen worden nodig. Spiritueel volwassen worden heeft te maken met hoe iemand iets ziet, welke interpretatie en betekenis hij geeft aan wat hij ziet. Dat laatste is afhankelijk van zijn wereldbeeld en wereldbeelden evolueren. Vooralsnog ziet die evolutie er als volgt uit. Van magisch naar mythisch, van mythisch naar modern rationeel, van modern rationeel naar postmodern pluralistisch en van postmodern pluralistisch naar integraal. Terwijl het magische wereldbeeld egocentrisch is en het mythische etnocentrisch, zijn het rationele en het pluralistische wereldbeeld wereldcentrisch van aard. En terwijl het rationele wereldbeeld focust op het klassificeren en kritisch analyseren van verschillende perspectieven, wordt het pluralistische wereldbeeld gekenmerkt door het gelijkelijk naast elkaar bestaan van een veelheid aan perspectieven. Het punt tot waar de evolutie ons tot nu toe heeft gebracht is het integrale wereldbeeld. Met dien verstande dat dit thans nog niet heersend is. Over dit wereldbeeld zegt Wilber, het integrale wereldbeeld ziet zichzelf als onlosmakelijk verbonden met het hele universum. Dit is een kosmos waarin alles naadloos met elkaar verbonden is. Het integrale wereldbeeld is werkelijk holistisch. In dit wereldbeeld gaat het om het integreren van verschillende perspectieven, waarbij niet de reden maar de intuïtie centraal staat. Bovendien wordt de mens eerst op dit niveau een mens die het wereldcentrische perspectief leeft en niet slechts met de mond beleidt, aldus Wilber. Kortom. Spiritueel wakker en volwassen worden is nodig om te komen tot het inzicht van universele verbondenheid... ...als ook de universele praktisering van de gulden regel. Wetenschappers die het gedachtegoed van Wilbur hebben toegepast op strafrecht en criminologie... ...stellen dat eerst vanuit het integrale wereldbeeld een ruimte ontstaat... ...waarin de bescherming van de samenleving kan worden verzoend met het verminderen van het lijden van degenen die een vorm van externe controle of interventie nodig hebben. Lees, mensen die misdaad plegen. Daarbij wijzen ze expliciet op herstelrecht, oftewel restorative justice, om tot deze verzoening te komen. Wel beschouwd zeggen zij hiermee dat met de komst van het herstelrecht in strafrecht en criminologie de aanpak van misdaad spiritueel volwassen aan het worden is. Evengoed kan worden gesproken van het ontstaan van een geëmancipeerde misdaadaanpak. Nu emancipatie oorspronkelijk staat voor het proces van volwassen worden. Wat deze wetenschappers impliciet ook zeggen is dat het inzicht van verbondenheid, de gulden regel en het herstelrecht iets met elkaar van doen hebben. In mijn oratie zal ik op verschillende momenten aandacht besteden aan dit verband. Maar nu eerst. Wat is herstelrecht? Oftewel restorative justice. Herstelrecht kan worden omschreven als. Een theorie van rechtvaardigheid die de nadruk legt op het herstellen van de schade veroorzaakt door misdaad, hetgeen het beste kan worden bereikt door middel van samenwerkingsprocessen die alle bereidwillige belanghebbenden in staat stellen elkaar te ontmoeten, hoewel andere benaderingen beschikbaar zijn wanneer dat onmogelijk is. Uit deze definitie volgt dat het herstelrecht, evenals het strafrecht, een theorie van rechtvaardigheid is, die antwoord geeft op de vraag wat dient te gebeuren wanneer er een misdaad is gepleegd. Volgens deze theorie over recht doen, dient het doel van de reactie op misdaad herstel van de veroorzaakte schade te zijn. Daarbij dient er worden gedacht aan materiële en immateriële schade, als ook aan relationele en morele schade. De weg waarlang schadeherstel dient plaats te vinden, bestaat idealiter uit coöperatieve processen waarin zoveel mogelijk partijen op vrijwillige basis actief worden betrokken. Daarbij kan worden gedacht aan de dader, het slachtoffer, familie en vrienden van beiden andere leden van de gemeenschap, als ook de overheid. Belangrijk aan deze definitie is dat zij, wanneer coöperatieve processen onmogelijk blijken, andere benaderingen toelaat, zolang schadeherstel daarvan het doel is. Het herstelrecht en de gulden regel stemmen er negatief geformuleerd met elkaar in overeen dat er geen ruimte is voor straf in de zin van intentionele leedtoevoeging ter vergelding, oftewel ter proportionele wraakneming. Immers, door te vergelden oftewel proportioneel wraak te nemen, wordt opzettelijk schade toegebracht aan de dader. De dader wordt doelbewust slecht behandeld. Hem wordt moedwillig leed toegebracht. Het herstelrecht en de gulden regel houden, wat de distributieve rechtvaardigheid betreft, in ieder geval de afwijzing van het schade van een ander in, ook wanneer die ander een misdaad heeft begaan. Positief geformuleerd staat het herstelrecht voor een misdaadaanpak die gericht is op het herstellen van geleden schade, als ook, in ieder geval in mijn visie, op het voorkomen van nieuwe schade. Namelijk via het duurzaam herstellen van geleden schade en het wegnemen van de oorzaken die hebben geleid tot deze schade. Kortom, niet vergelding van schade met schade, maar herstel en preventie van schade staan centraal in het herstelrecht. Stemmen het herstelrecht en de guldenregel ook positief geformuleerd met elkaar overeen? Concreet? Door de misdaadaanpak die gericht is op herstel en preventie van schade, tevens recht aan de opdracht een ander goed te behandelen. Nu herstel en preventie van schade in het herstelrecht op humane wijze plaatsvinden, is dat in mijn ogen alleszins het geval. Nu is het in de regel wel zo dat herstel evenals straf gepaard gaat met leed voor de dader. Echter, terwijl straf intentionele leedtoevoeging is, is het leed waarmee herstel gepaard gaat geen doel, maar een vrijwel onvermijdelijk neveneffect. Herstel kost nu eenmaal moeite, tijd, geld, etc. Evenals de Belgische criminoloog Lode Walgraven beschouw ik herstel als omgekeerde vergelding. De dader verdient wegens zijn misdaad geen schade, maar hij draagt de verantwoordelijkheid om de schade die hij met zijn misdaad heeft veroorzaakt bij het slachtoffer en of de gemeenschap te herstellen. Soms is herstel letterlijk mogelijk en vaker zal herstel deels of geheel symbolisch van aard zijn. Denk daarbij aan het erkennen van daderschap, het maken van excuses en het betalen van schadevergoeding. Het gaat in het herstelrecht niet uitsluitend om het herstel tussen de dader en het slachtoffer en/of de gemeenschap. Minstens even belangrijk zijn het herstel van de dader zelf, zelfherstel, en het herstel tussen de dader en diens sociale netwerk. Zijn gezin, familie en vrienden. Zonder eerst aan deze vormen van herstel te werken, is het realiseren van herstel tussen de dader en het slachtoffer en/of de gemeenschap soms niet eens mogelijk. Een belangrijk onderdeel van het goed behandelen van de dader is, bovenop het niet verder schaden van hem, het mogelijk maken en stimuleren van diens resocialisatie en rehabilitatie. Met andere woorden, de reeds bestaande schade bij de dader die mede heeft geleid tot zijn misdaad. Als ook de nieuwe schade die door het plegen van zijn misdaad bij hemzelf is ontstaan, dienen te worden hersteld, terwijl de oorzaken van deze schade zoveel mogelijk dienen te worden weggenomen. Dit zelfherstel van de dader kan vervolgens een positieve bijdrage leveren aan de realisering van dienstherstel jegens het slachtoffer en of de gemeenschap, omdat daar dan bij de dader echt ruimte voor ontstaat. Bovendien kan dit zelfherstel van de dader ertoe leiden dat nieuwe slachtoffers worden voorkomen. Hoewel herstelrechtsdenkers de voorkeur geven aan coöperatieve processen waarin zoveel mogelijk partijen op vrijwillige basis actief worden betrokken, bepleiten maximalistische herstelrechtsdenkers, tot wie onder andere Walgraaf en ik zelf behoren, ook andere benaderingen die gericht zijn op schadeherstel, wanneer coöperatieve processen onmogelijk blijken. Daarbij kan in het strafrecht worden gedacht aan het prioriteren van sancties met een sterke herstelcomponent boven sancties met een grotere vergeldingscomponent. Concreet, in het kader van de sanctionering geeft de officier van justitie of de rechter dan zoveel mogelijk voorrang aan de taakstraf boven de gevangenisstraf. Voor vrijheidsbeneming is vanuit een maximalistisch herstel rechterlijke benadering uitsluitend ruimte wanneer een dader een ernstig gevaar vormt voor de samenleving en dat gevaar niet op andere wijze valt in te dammen. Ook niet via vergaande vrijheidsbeperking zoals thuisdetentie. Wanneer vrijheidsbeneming onvermijdelijk blijkt, dient in het kader van de opsluiting zoveel mogelijk werk te worden gemaakt van herstel. Idealitair wordt bij zowel reguliere detentie als thuisdetentie een vrijplaats gecreëerd waarin en van waaruit wordt gewerkt aan herstel: herstel van de dader zelf, herstel tussen de dader en diens sociale netwerk, herstel tussen de dader en het slachtoffer en herstel tussen de dader en de gemeenschap omdat in een maximalistische herstelrechtelijke benadering geen ruimte is voor vergelding, krijgt opsluiting het karakter van een maatregel in plaats van een straf. Maar liefst meer dan 80% van alle gedetineerden zit in Nederland korter dan zes maanden vast. Het meerjarige veranderprogramma Changing Justice Gears, waarvan ik sinds 2020 inhoudelijk coördinator ben, ziet op de terugdringing van deze kortdurende detentie. Dat doel tracht wonden meer te realiseren door een aantal maximalistisch herstelrechterlijke ideeën in praktijk te brengen. Waaronder het prioriteren van herstel en resocialisatie boven vergelding en afschrikking als sanctiedoelen, als ook in het verlengde hiervan het prioriteren van de taakstraf en thuisdetentie, (idealiter in herstelgerichte vorm, boven reguliere detentie. Het maximalistische herstelrecht focust op de distributieve rechtvaardigheid, op, de, op het beoogde doel van herstelrecht, namelijk herstel en preventie van schade. Het volmaakte herstelrecht en volgens minimalistische herstelrechtsdenkers het enige echte herstelrecht ziet tevens op de procedurele rechtvaardigheid, op de weg waarlangs het beoogde doel wordt bereikt. Zoals gezegd vindt schadeherstel idealiter plaats via coöperatieve processen waarin zoveel mogelijk partijen op vrijwillige basis actief worden betrokken. Herstelrechtsdenkers willen het conflict, ook als dat aan misdaad ten grondslag ligt of dat misdaad ontstaat, zoveel mogelijk teruggeven aan de oorspronkelijke partijen. Het conflict is namelijk hun eigendom, om met de woorden van de Noorse criminoloog Niels Christie te spreken. Het is vreemd dat een conflict, zodra dat met misdaad van doen heeft, door de overheid wordt afgepakt, in het bijzonder van het slachtoffer en de gemeenschap. Die in het strafrecht wel door het Openbaar Ministerie worden vertegenwoordigd, maar die zelf geen volwaardige procespartij zijn, zoals de verdachte. Stevast lezen we in de strafrechtelijke literatuur dat deze onteigening schiet ter voorkoming van eigenrichting. De gedachte is dat, wanneer de misdaadaanpak aan de burger zelf zou worden overgelaten, dit onvermijdelijk zou leiden tot disproportionele wraakneming. Iets wat zelfs in strijd is met de ijzeren regel van oog om oog, tand om tand. Daarbij wordt vaak verwezen naar de wijze waarop, werd waarop op misdaad werd gereageerd voor de moderniteit, toen er nog geen strafrecht bestond zoals we dat thans kennen. Historisch onderzoek laat evenwel zien dat heel wat misdaden toen de tijd relatief vreedzaam door de conflictpartijen zelf werden afgehandeld, onder begeleiding van wereldlijke en of religieuze autoriteiten. De conflictpartijen bespraken met elkaar wat was gebeurd en onderhandelden over schadevergoeding. Anthropologisch onderzoek laat zien dat deze misdaadaanpak nog steeds bestaat in culturen waaraan de moderniteit grotendeels is voorbijgegaan. Zo ook in de binnenlanden van Suriname, zoals ik zelf heb mogen ervaren in het kader van een onderzoek naar de traditionele conflictbeslechting bij de inheemse en de marons. Veel herstelrechtsdenkers zijn geïnspireerd door de misdaadaanpak zoals die bestaat bij de Aboriginals in Australië, de Maori in Nieuw-Zeeland en de inheemse in Amerika. Maar laat duidelijk zijn, Lang niet alle aspecten hiervan zijn bruikbaar in het kader van een hedendaagse misdaadaanpak. Denk wat de inheemse Marons in Suriname betreft, bijvoorbeeld aan een pak slaag als pressiemiddel bij ontkennende verdachten of aan lijfstraffen voor daders van ernstige misdaden. De kunst is om het beste van de premoderne misdaadaanpak te verzoenen met het beste van de moderne misdaadaanpak, iets waarvoor vanuit het integrale wereldbeeld ruimte ontstaat. Ook al ben ik een maximalistisch herstelrechtsdenker, met mijn puristische collega's onderken ik dat onze moderne misdaadaanpak niet alleen distributief, maar ook procedureel gezien tekortschiet. Het moderne strafproces is een verticaal proces tussen de overheid en vooral de advocaat van de verdachte, waarin de focus ligt op het vinden van de materiële waarheid en het, bij een bewezen verklaring, top-down bepalen van het prijskaartje dat daarvoor de dader aanhangt. Het betreft in mijn ogen een vrij koude zakelijke manier van recht doen. Een manier die het onderliggende conflict tussen mensen in stand laat. Dat laatste is niet zo vreemd omdat in het strafrecht een misdaad primair wordt beschouwd als een, als een schending van de rechtsorde die door middel van straf dient te worden rechtgezet. In het herstelrecht wordt de misdaad daarentegen eerst en vooral gezien als een intermenselijk conflict, als een schending van mensen en hun relaties. Anders dan in het strafrecht gaat het in het herstelrecht niet om abstracte pacificatie van de rechtsorde, maar om concrete conflictoplossing tussen mensen. Hoewel verzoening tussen conflictpartijen lang niet altijd mogelijk is, is het herstelrecht in ieder geval gericht op een zekere neutralisatie van het onderliggende conflict. En daar is meer horizontalisering en democratisering voor nodig dan waarvan in het verticale paternalistische strafproces sprake is. Een belangrijke herstelrechtvoorziening is mediation. Afgelopen zomer volgde ik de basisopleiding tot mediator op Curaçao. Ik heb daar in een notendop het volgende geleerd. Mediation is een proces dat, anders dan een juridisch proces, gericht is op het creëren van een win-win situatie. Die win-win situatie wordt onder meer mogelijk doordat de mediator, actief luisterend naar de verhalen van partijen, aandacht besteedt aan de destructieve communicatie tussen en de negatieve emoties bij partijen. Daarbij is het van belang te beseffen dat achter elk verwijt en elke negatieve emotie een onvervulde behoefte schuilgaat. In de eerste helft van de mediation is mediation vooral een sociaal-psychologisch proces dat in het teken staat van actief luisteren, het verbeteren van communicatie, het kanaliseren van emoties en het blootleggen van onvervulde behoeften. Wanneer partijen elkaar weten te raken met hun eigen Griekse tragedie en daarmee met hun kwetsbaarheid als mens, ontstaat er gewoonlijk een opening. Tijdens een mediation in strafzaken kan de dader door te luisteren naar het verhaal van het slachtoffer gaan inzien welke schade hij met zijn misdaad heeft aangericht. Het zien van het lijden van het slachtoffer kan de dader helpen bij het openbreken van zijn panzer dat hem verhindert om zijn eigen pijn als ook die van anderen te voelen. Dat kan overigens ook andersom gebeuren. Voorts kan het slachtoffer tijdens een mediation en strafzaken, door te luisteren naar het verhaal van de dader, gaan inzien dat de dader geen monster of duivel is, maar evenals hij zelf een kwetsbaar en beschadigd mens. Wanneer de lucht tussen partijen eenmaal is geklaard, concreet, wanneer de relationele en morele schade is hersteld, worden eerder door partijen ingenomen standpunten vaak losgelaten. Een standpunt is een mogelijk antwoord op een onvervulde behoefte. Bijvoorbeeld het standpunt van het slachtoffer dat de dader een fixe straf verdient en of een hoge schadevergoeding moet betalen. Tijdens een mediation kan het zomaar gebeuren dat het door woede gevoede destructieve standpunt: hier moet de dader voor lijden, plaatsmaakt voor het meer open en constructieve standpunt: hier moet iets aan gedaan worden. Er blijken opeens meer antwoorden mogelijk in reactie op onvervulde behoeften. Vrijwel altijd gaat het primair om de behoefte van partijen om als mens erkend en gezien te worden. Zo ook bij mediation en strafzaken. Door het plegen van zijn misdaad heeft de dader deze behoefte van het slachtoffer met voeten getreden. Tijdens een mediation kan de dader dit recht zetten door verantwoordelijkheid te nemen voor wat hij heeft gedaan. Hij kan bekennen, berouw tonen en excuses maken. Echter, ook de dader heeft doorgaans behoefte om te worden erkend en gezien als een mens die meer is dan zijn misdaad. Ook daarvoor is tijdens een mediation ruimte. Zo kan het slachtoffer de bekentenis, het berouw en de excuses van de dader welwillend accepteren. Ook kan hij begrip tonen voor de daderskant van het verhaal. Tijdens het vervolg van de mediation, de tweede helft, kunnen partijen dan op een vrije, creatieve wijze onderhandelen en afspraken maken over hoe nu verder en wat is daarvoor nodig. Vanzelfsprekend bestaan er parallellen tussen mediation en herstelrechtvoorzieningen in het algemeen. Zo spelen narratieven, emoties en behoeften ook in het kader van andere herstelrechtvoorzieningen een belangrijke rol. Bijvoorbeeld in een herstelconferentie, waaraan naast de dader en het slachtoffer ook familie en vrienden van beiden en de gemeenschap deelnemen. Juist door die focus op narratieven, emoties en behoeften. Is het herstelrecht in mijn ogen een warme, menselijke manier van recht doen? De mens en zijn leefwereld staan centraal, niet de systeemwereld van het recht. Al ontkomt ook het herstelrecht niet aan een zekere mate van juridisering. Tijdens een mediation of een herstelconferentie kunnen over en weer empathie, begrip en compassie ontstaan, als ook positieve veranderingen in bewustzijn, perceptie en attitude. Idealiter vindt er een ontmoeting plaats van mens tot mens. Die ontmoeting vereist allereerst openheid en nieuwsgierigheid naar de ander. En wel beschouwd ook naar jezelf. Want in het contact met de ander leer je ook jezelf beter kennen. Sterker nog, door de ontmoeting met de ander verander je. De Franse filosoof Charles Pepin stelt dat een ontmoeting een schok kan veroorzaken, die scheurtjes maakt in ons schild, waardoor er een wind van vrijheid gaat waaien door een verstarde identiteit. Oog in oog met de ander komen we los van ons egocentrisme en ervaren we onze verantwoordelijkheid jegens de ander. Je zou kunnen zeggen, die illusie van afgescheidenheid maakt plaats voor het inzicht van verbondenheid, inclusief de bijbehorende betrokkenheid op de ander. Daders en slachtoffers worden mensen, kwetsbare medemensen. Pepe schrijft, als je je kwetsbaar durft op te stellen, kun je in één keer bevrijden van alle rollen en houdingen die de ontmoeting in de weg staan. Je kwetsbaar opstellen geeft de ander toestemming dat ook te doen. Door mijn masker voor de ander te laten vallen, doe ik een beroep op zijn verantwoordelijkheidsgevoel. Ik vraag hem om voor mij te zorgen. Zodra de ontmoeting plaatsvindt, zo vervolgt Pepe, gaat het er niet meer om wat ik al dan niet ga verwezenlijken, maar om wat wij samen gaan verwezenlijken. In de context van het herstelrecht houdt dit in dat de ontmoeting een intersubjectieve conflictoplossing mogelijk maakt. Die door partijen als rechtvaardiger zal worden ervaren dan het van bovenaf gedicteerde objectieve oordeel van een derde. Bovendien zal deze intersubjectieve conflictoplossing constructiever zijn van aard zijn dan wanneer mensen blijven vastzitten in hun vriend vijand denken, zoals in een juridisch proces vaak het geval is. De horizontalisering en democratisering waarvan in het kader van herstelrechtvoorzieningen zoals mediation en de herstelconferentie sprake is. Dienen vanzelfsprekend onder bepaalde voorwaarden te geschieden. Denk daarbij aan de vrijwilligheid, beter informed consent van partijen, de aanvaarding van verantwoordelijkheid door de dader, het commitment van partijen om er samen uit te komen, de vertrouwelijkheid en daardoor open sfeer tussen partijen, als ook de begeleiding van het herstelproces door een gekwalificeerde mediator of facilitator. Deze voorwaarden, als ook de mediation- of herstelconferentie zelf, kunnen er tot op zekere hoogte voor zorgen dat de gulden regel qua distributieve rechtvaardigheid wordt geëerbiedigd. Bovendien geven zij in mijn visie invulling aan de gulden regel qua procedurele rechtvaardigheid. Nu de voorwaarden, als ook de mediation- of herstelconferentie zelf, symbool staan voor autonomie en zelfbeschikking van partijen, begeleiding en ondersteuning van partijen waar dat nodig is. Als ook vertrouwen in partijen om conflicten zelf te kunnen oplossen. Kort gezegd, mensen worden goed behandeld omdat zij niet als passieve objecten, maar als actieve subjecten worden bejegend. Een misdaadrecht, om een term van de Nederlandse criminoloog Herman Bianchi te gebruiken. Is volwassen aan het worden wanneer het opzettelijk schade van de dader daarbinnen als laatste redmiddel geldt. En wanneer het ruimte biedt aan mensen om zelf hun conflict op te lossen. Niettemin is en blijft er in mijn visie ruimte voor straf. Wanneer het herstelrecht bij een concrete dader tekortschiet ter voorkoming van nieuwe schade. De vraag is wel of straf ter preventie op een dieper liggend niveau tot een positief effect zou moeten leiden dan op het niveau van het nalaten van misdadig gedrag. Uit angst voor straf. Het ideeëngoed van twee filosofen is hier relevant. Allereerst dat van Plato die we eerder tegenkwamen. Volgens Plato begaat niemand vrijwillig een misdaad. Hij bedoelt daarmee dat enkel mensen die beschadigd en verward zijn misdaden plegen. De bad, de mad en de sad zijn vanuit dit perspectief bezien nauwelijks van elkaar te onderscheiden dadercategorieën. Het doel van de reactie op misdaad dient altijd de hervorming van de ziel van de dader, oftewel de genezing van diens mentale en morele ziekte te zijn. En daarvoor kan straf het geëigende middel zijn, aldus Plato. Eenzelfde visie treffen we aan bij de Franse filosoof Simone Weil, wanneer ze schrijft: De kunst van het straffen is de kunst van het wekken van verlangen naar het puur goede bij de crimineel door pijn. Wel onderkent echter dat wij elke notie van bestraffing zijn kwijtgeraakt omdat wij niet meer weten dat die ertoe dient het goede te verschaffen. Voor ons stopt het met het toedienen van het kwaad. En daarom bestaat er in onze maatschappij iets dat nog afschuwelijker is dan de misdaad. En dat is de repressieve rechtspleging, al dus wel. Beide denkers achten straf gerechtvaardigd wanneer daarmee een innerlijke ommekeer wordt bewerkstelligd. In die zin dat bij de dader de liefde voor het goede wordt gewekt. Beschadiging en verwarring maken dan plaats voor heling en inzicht. Straf heeft bij Plato en wel duidelijk een verder rijkend doel dan afschrikking. Hoewel ik een visie waardeer, moet ik echter met wel vaststellen dat straf in feite op weinig anders is gericht dan vergelding en afschrikking. Alleen voor straf ter afschrikking zie ik ruimte, maar uitsluitend als laatste redmiddel ter voorkoming dat een dader zowel anderen als zichzelf nog meer schade toebrengt. Bijna tot een afronding komend wil ik iets zeggen over het mens- en wereldbeeld achter het herstelrecht en met name over de implicaties daarvan. De Amerikaanse criminoloog Howard Zeer schrijft, aan het herstelrecht ligt een aanname over de samenleving ten grondslag, namelijk dat we allemaal met elkaar verbonden zijn in een web van relaties. In dit wereldbeeld is het probleem van misdaad dat het een scheur in het web van relaties vertegenwoordigt. In feite zijn beschadigde relaties zowel oorzaak als gevolg van misdaad. Onderlinge relaties impliceren wederzijdse verplichtingen en verantwoordelijkheden. Het mens- en wereldbeeld achter het herstelrecht is zo bezien identiek aan dat achter de gulden regel. To be is to be related. Het is de laatste zin uit het citaat van Zeer waar ik hier dieper op wil ingaan. Onderlinge relaties impliceren wederzijdse verplichtingen en verantwoordelijkheden. De vraag is of die wederzijdse verplichtingen en verantwoordelijkheden thans werkelijk tot een recht komen in het juridische domein. Het lijkt er niet op. De Belgische pedagoog Willemans stelt in dit verband: op het juridische vlak wordt de verantwoordelijkheid meestal beperkt tot die van het individu. De intermenselijke beïnvloeding wordt zelden gesanctioneerd. De rechtspraak werkt nog overwegend met een niet geproblematiseerd en zeer simpel individubegrip en hanteert nog in hoge mate een Cartesiaans egocentrisch mensbeeld. Deze kritiek raakt niet alleen het strafrecht, maar ook het herstelrecht. Zeker als daarin uitsluitend zou worden gefocust op de verantwoordelijkheid van de dader om goed te maken wat hij heeft stuk gemaakt. In zijn definitie van het herstelrecht legt Zeer de nadruk op drie concepten, namelijk schade, behoeften en verplichtingen. Het gaat mij hier om behoeften en verplichtingen, beter gezegd verantwoordelijkheden. Bij behoeften gaat het vanzelfsprekend om de behoeften van het slachtoffer. Maar het dient ook te gaan om de behoefte van de gemeenschap, als ook om de behoefte van de dader. Bij verantwoordelijkheden gaat het vanzelfsprekend om de verantwoordelijkheid van de dader om de schade te herstellen die hij met zijn misdaad heeft aangericht. Maar het dient tevens te gaan om de verantwoordelijkheid van de gemeenschap om zowel daders als slachtoffers goed te behandelen. En ook dient het te gaan om de verantwoordelijkheid van het slachtoffer om een zekere goedwil te betrachten jegens de dader. Een misdaad heeft vele bewuste en onbewuste, directe en indirecte oorzaken. En daarom is schuld een gecompliceerd concept. Zelfs als men het idee van de wilsvrijheid niet geheel van tafel veegt. Net zoals wordt gesproken van primaire slachtoffers, het directe slachtoffer... secundaire slachtoffers, familie, vrienden... en tertiaire slachtoffers, de gemeenschap, de overheid... kan worden gesproken van primaire daders, de directe dader... secundaire daders, familie, vrienden... ...en tertiaire daders, de gemeenschap, de overheid. Zo bezien is iedereen slachtoffer en dader tegelijkertijd wanneer een misdaad wordt gepleegd. Volgens nog is deze visie niet zo onveilig. Daartoe dient op grotere schaal het integrale wereldbeeld door te breken. De herstelrechtvoorziening die uitdrukking kan geven aan deze visie is de herstelconferentie... ...waaraan naast de dader en het slachtoffer ook familie en vrienden van beide en de gemeenschap deelnemen... Het is niet voor niets dat de herstelconferentie door sommige herstelrechtsdenkers als de meest volledige herstelrechtvoorziening wordt beschouwd. Bij uitstek vertegenwoordigt de herstelconferentie de publieke dimensie van misdaad, waardoor alleen, waardoor een door alle partijen opgesteld herstelplan in beginsel in de plaats van straf kan komen. Inmiddels ben ik betrokken bij een project in Limburg dat ziet op de inzet van de herstelconferentie bij de aanpak van drugsgerelateerde ondermijnende criminaliteit. Juist een herstelconferentie maakt het mogelijk om oorzaken van criminaliteit niet alleen op microniveau, maar ook op meso- en macroniveau bloot te leggen. Onze misdaadaanpak is reeds geruime tijd sterk gericht op afschrikking en opsluiting, waarbij vergelding wordt gebruikt als instrument om zoveel mogelijk afschrikking en opsluiting mogelijk te maken. Doel hiervan is het beïnvloeden van het gedrag van daders via extrinsieke disciplinering. Het gevaar dat daders verwoorden tot objecten is op deze manier reëel. Zo ook het ontstaan van vijandbeelden en de oorlogsverklaring hieraan. Deze aanpak, die de illusie van afgescheidenheid alleen maar verder aanwakkert, dient nodig te worden bijgesteld door een aanpak waarin zowel de mens als knooppunt van relaties als de ontmoeting van mens tot mens centraal staat. Anders gezegd. De extrinsiek disciplinerende aanpak dient nodig te worden bijgesteld door een intrinsiek motiverende aanpak, die wordt gevoed door het subjectieve en het intersubjectieve domein. Ik zie daarbij niet alleen een belangrijke rol weggelegd voor meditation, maar ook voor mediation. Het herstelrecht is een relationele rechtsvisie puur sang, die niet alleen uitdrukking geeft aan de waarde van autonomie en gelijkwaardigheid, maar ook aan broederschap. Het betreft een waarlijk verlichte rechtsvisie die zowel distributief als procedureel aansluit bij de gulden regel. Ik ben mij ervan bewust dat de huidige misdaadaanpak vaak ver en soms zeer ver afstaat van het herstelrecht en de gulden regel. Het is dan ook zaak onderscheid te maken tussen ideaal en realiteit. Mijn ideaal bestaat uit een misdaadrecht dat op humane wijze werk maakt van herstel en preventie van schade. De realiteit is echter een strafrecht dat vertrekt vanuit vergelding, oftewel proportionele wraakneming, wat alleen maar leidt tot meer schade. Door de dader te schaden verdwijnt de schade bij het slachtoffer en de gemeenschap immers niet. Er ontstaat hoogstens een nieuwe machtsbalans en wellicht leedvermaak, volgens Schopenhauer de ergste van alle zonden. Bovendien leidt de beantwoording van geweld met geweld vaak alleen maar tot meer geweld. Een samenleving die daders straft ter vergelding, oftewel ter proportionele wraakneming, is uiteindelijk niet minder beschadigd en verward dan de plegers van misdaad zelf. Hoe hardnekkig de realiteit ook mag zijn, mijn kompas blijft gericht op het ideaal en ieder opschuiven in die richting zie ik als vooruitgang. Belangrijk daarbij is wel dat dit opschuiven vanuit de mens zelf geschiet, bottom-up dus. Hiervoor is nodig dat steeds meer mensen vanuit het integrale wereldbeeld gaan leven. Emanciperen, oftewel volwassen worden, betekent uiteindelijk niets minder dan worden dan als de vader. die de zon laat opgaan over goede en slechte mensen. en die het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Het mooiste beeld van deze universele en onvoorwaardelijke liefde is voor mij dat van Kuan Yin. de vrouwelijke gestalte van compassie uit het boeddhisme. Over Kuan Yin schrijft de Nederlandse zenleraar Ton Lathouwers. Zij is altijd mild en vol mededogen, ook voor wie een strenge les verdient alvorens te worden gered. Zij is werkelijk vrij van wraakzucht en toont weerzin tegen elke vorm van straffen. Het is de kunst om de compassie van Kuan Yin zelf in praktijk te brengen. Het is de kunst van het praktiseren van de guldenregel en in het verlengde daarvan het herstelrecht. Het is de kunst om geen partij te kiezen en alles met open armen te ontvangen, om voorbij de dualiteit tussen goed en kwaad te gaan, maar tegelijkertijd de strijd tegen het kwaad voor te zetten vanuit dit nieuwe perspectief. Vanuit dit perspectief bezien bestaan er geen monsters of duivels, wel mensen die beschadigd en verwacht zijn en die daardoor lijden en bevrijd willen worden. Wij samen hebben de verantwoordelijkheid om degenen die verdwaald zijn weer naar huis te brengen. Niemand valt buiten het net van Indra. In mijn oratie heb ik gefocust op een herstelgerichte misdaadaanpak. Ik ben nu eenmaal lid van de vakgroep strafrecht en criminologie. Echter, slechts een klein deel van alle onrecht is tot misdaad verheven. Het herstelrecht kan gelukkig ook buiten dat misdaadrecht een rol spelen, zoals in het privaatrecht, het bestuursrecht en het tuchtrecht. Ook in de civil society kan restorative justice worden toegepast, bijvoorbeeld in de vorm van buurtbemiddeling, vreedzame wijken en restorative cities. Bovendien ontstaan momenteel belangwekkende projecten op het snijvlak van recht en civil society, onder de noemer van maatschappelijk effectieve rechtspraak. Zoals de wijkrechtbank, de jongerenrechtbank, het huis van het recht, justitie in de bus of de buurt, de vrederechter, etc. Daarin zijn ook herstelrechtelijke principes werkzaam. In mijn oratie heb ik tevens gefocust op een herstelgerichte aanpak van misdaad tegen mensen. De Gulden Regel en het achterliggende mens- en wereldbeeld nodigen het herstelrecht uit om voorbij het antropocentrisme te gaan. Het was Mencius, een Chinese filosoof uit de vierde eeuw voor Christus, die benadrukte dat de guldenregel niet alleen geldt jegens onze medemensen, maar jegens de 10.000 dingen, al wat is. Kortom, restorative justice begint realiteit te worden, maar er valt nog veel werk en onderzoek te verrichten en bovenal veel geduld te betrachten. Het is tijd om mensen te bedanken. Ik weet inmiddels hoe belangrijk ontmoetingen van mens tot mens zijn in het leven. In de woorden van de Israëlisch-Joodse filosoof Martin Buber: alle werkelijke leven is ontmoeten. De afgelopen jaren heb ik vele mensen mogen ontmoeten waarvoor ik dankbaar ben. Een aantal knooppunten van relaties wil ik expliciet noemen om te bedanken. Allereerst zijn dat de bestuursleden van de Stichting Restorative Justice Nederland, de bestuursleden van de Bianchi Herstelrechtsstichting, de leden van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht de leden van het faculteitsbestuur en natuurlijk de leden van de vakgroep Strafrecht en Criminologie, die de instelling van deze leerstoel mogelijk hebben gemaakt. Jullie hebben ervoor gezorgd dat er in en vanuit Maastricht voortaan in onderzoek en onderwijs aandacht wordt besteed aan herstelrecht. En dat er nu eens een jurist op herstelrecht zit en geen criminoloog. Volgend jaar werk ik alweer twintig jaar bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Maastricht, waar ik inderdaad ook gestudeerd heb. Uitvliegen is blijkbaar niet aan mij besteed. Daarvoor houd ik te veel van mijn stad en de mensen die er wonen, werken en of af en toe gewoon weg genieten van het leven. Zoals de Duitse filosoof Kant zei, je hoeft je eigen stad niet te verlaten om de wereld te kennen. En dat klopt, de wereld is namelijk ook aanwezig in Maastricht. Ik kan alleen maar zeggen dat ik het nog steeds heel erg naar mijn zin heb hier en dat ik in al die jaren met veel plezier met jullie collega's en studenten heb samengewerkt. Heel veel dank daarvoor. Voorts wil ik de mensen uit de herstelrechtswereld bedanken voor hun inspiratie en het samen timmeren aan de herstelweg, zowel in de theorie als in de praktijk. Uiteindelijk gaat het nog om het doel, nog om de weg, maar om het gezelschap. De meeste van jullie heb ik leren kennen na mijn promotie, onder wie Gertjan Slump, Kim Roelofs, Anneke van Hoek en Makiri Mual. Ik waardeer jullie allemaal niet alleen om jullie werk en onze samenwerking, maar ik beschouw jullie inmiddels ook als, ons, als vrienden. Een bijzonder woord van dank aan mijn twee grote inspiratiebronnen uit de lage landen: John Blad, die vandaag helaas niet aanwezig kan zijn, en Lode Walgraven, die er wel is. Ik beschouw het als een voorrecht te mogen voortgaan op de door jullie vormgegeven herstelweg. Ook de naam van Herman Bianchi mag niet onvermeld blijven. Ik ben dankbaar dat ik deze herstelrechtspionier de laatste tien jaar van zijn leven heb mogen kennen. Peter Bal, een goede collega die vlak voor mijn promotie overleed. Noemde mij eens de te vroege reïncarnatie van Bianchi. Ik zie het als compliment. Ik beschouw Bianchi namelijk nog steeds als mijn grootste inspiratiebron, die de werelden van recht, taal, geschiedenis, filosofie en religie wist samen te brengen. Dankbaar en met respect draag ik vandaag de toga van onze onlangs overleden oud-collega Grad van den Heuvel. Grat was bijzonder hoogleraar criminologie in onze vakgroep en had een warme belangstelling voor het herstelrecht. Met het dragen van zijn toga ontmoeten criminologie en rechtsgeleerdheid elkaar alsnog in Maastricht. Ik kom nu bij de meest intieme cirkel van mensen die ik heb mogen ontmoeten. Die cirkel bestaat allereerst uit familieleden die hier in de zaal aanwezig zijn: Lilian en Erika. Als ook familieleden die thuis via de livestream verbonden zijn. Voorts bestaat die cirkel uit oude vrienden, onder wie Doris, Fleur, Marsha, Yvonne en Liam. En nieuwe vrienden, onder wie Mirjam en Ruud. Dank voor alle lief en leed die wij met elkaar mogen delen. En dan niet alleen een woord van dank, maar vooral een woord van liefde voor mijn ouders. Pa en ma, wat ben ik ongelooflijk blij dat wij deze dag samen mogen vieren. En hoewel jullie wars zijn van trots, zeg ik tegen jullie: jullie mogen best een beetje fier zijn. Maar wees vooral blij vandaag. En dan tot slot, mijn lieve Mark. Ik ga toch even de teksten bijnemen. Je bent alweer meer dan 15 jaar mijn maatje op mijn levensreis. Je bent mijn spiegel. Jij laat mij zien dat het anders kan, maar je geeft mij de ruimte om het op mijn manier te doen. En zo nodig help je me daarbij, omdat je alle vertrouwen in me hebt. Autonomie en verbondenheid. Voor mij is dat de ultieme vorm van liefde. Dank je wel. Ik houd van jou. Ik heb gezegd. Ja, veel dank, Jacques, voor deze prachtige reden. Uh, dank ook aan u allen voor uw komst in de aula en online. Uh, dit is het einde van deze ceremonie en ik wil u van harte uitnodigen om ons te volgen naar de receptie. Daarbij vraag ik u om voorrang te verlenen aan hè, de genodigden op de eerste rij. En ook uh, in de refter zelf, uh, dan is het het goede gebruik om, uh, nou ja, dat de hoogleraren eerst de orator feliciteren. Gaat u dat niet afwachten? Ga vooral niet in de rij staan, maar pak alvast een drankje en dan uh, treft u Jacques op een bepaald moment vanzelf aan. Nogmaals, dank en uh, een fijne dag verder.